Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video van Wim Groenendijk. Vandaag ga ik je alles vertellen over een van de meest voorkomende fouten bij beginnende hardlopers. En dat heeft namelijk te maken met de ademhaling. Hoe krijg je nou die ademhaling onder controle? Dat ga ik je in deze video uitleggen en ik geef je gelijk een paar tips hoe jij je ademhaling kan verbeteren tijdens het hardlopen. Het grote probleem bij beginnen hardlopen is dat ze te snel buiten adem raken. En dat is ook niet zo heel gek, omdat je net begonnen bent met hardlopen. Je moet je conditie nog opbouwen. Dus als je net echt begint met hardlopen, dan denk je van nou, ik moet snel. Waardoor je hartslag omhoog schiet. Waardoor je meer zuurstof in je lichaam nodig hebt. Dus waarom die ademhaling gelijk flink omhoog gaat. Dus dat is eigenlijk het grote probleem voor beginnen hardlopen. Is dat je hebt een aan- en uitknop. En als die aanstaat, dan heb je veel meer zuurstof in je lichaam nodig. En heb je dus een hogere ademhaling. Nou, ik heb je net verteld wat het probleem is eigenlijk bij een te hoge ademhaling. En ik ga je nu 4 tips geven hoe jij je ademhaling kan verbeteren tijdens hardlopen. Sommige kan je gelijk mee aan de slag en met sommige tips heb je wat langere tijd nodig. Maar alle tips die zijn ervoor dat jij elke keer iets lager hartslag hebt tijdens het hardlopen. Laten we gelijk beginnen bij tip 1. En dat is als jij een te hoge hartslag hebt, hoe je daar vanaf kan komen is eigenlijk het tempo iets verlagen. Je hebt een te hoge hartslag omdat je in een te hoog tempo aan het hardlopen bent. Het kan sprinten zijn of te snel hardlopen. En die moet je verlagen. Dus verlaag. Nou, zoals je nu kan horen is mijn ademhaling nog steeds goed. Ik ben lekker aan het hardlopen. En mijn ademhaling is nog steeds niet hoog. En dat is eigenlijk gelijk een goede test wat een goede ademhaling is. Dus als jij gewoon nog een normaal gesprek kan voeren, dan heb jij een goede ademhaling. Als je merkt dat je tijdens praten buiten adem raakt, dan is je ademhaling te hoog en dan moet je toch een stapje terug doen. Dus zo kun je gelijk merken of je een goede ademhaling hebt, ja of nee, tijdens het hardlopen. Zijn we nu bij tip nummer 2 en dat is doe de ademhaling via je neus. Als je door je neus ademhaalt, dan heb je iets ontspannender ademhaling dan als je via je mond ademhaalt. En je kan gelijk merken of je ademhaling nog steeds goed is, want als je te hard loopt en je kan niet meer door je neus ademhalen, dan heb je te hoge ademhaling. Dus probeer zo lang mogelijk via je neus ademhalen. Natuurlijk is als je even weer tot rust moet komen dat je via je mond ademhaalt. Maar via je neus ademhaling is een goede meting of jij een te hoge ademhaling hebt tijdens hardlopen of niet. Tip nummer 3 zijn we alweer. En dat is, wees nou niet bang dat je te hoge hartslag hebt. Vooral als beginnen hardlopen niet. Elke keer op blijf je trainen, wordt je conditie beter. En kan je hetzelfde tempo in een lage hartslag lopen. En dus ook in een lagere ademhaling. Dus blijf gewoon hardlopen, dat is het belangrijkste. We zijn alweer met tip nummer 4, de laatste tip. Hoe jij je ademhaling kan verbeteren tijdens hardlopen. En dat is probeer de ademhaling niet via je borst te doen, maar via je buik. En dat is als je via je buik ademhaling, dan is het wat meer ontspannen. Je longen worden groter, waardoor ze meer zuurstof kunnen opnemen. Dus waardoor je meer zuurstof in je spieren krijgt. En dus een beter tempo kan hardlopen. Als je dat nou via je borst doet, kost het ook meer energie. Om je ademhaling via je borst moet je borstkas naar voren worden gedrukt. En dat kost meer energie. Een oefening om te doen, om te kijken hoe je buikademhaling goed is. Is door je hand op je buik te leggen. Dus je kan zien. En dan probeer via je ademhaling je hand naar voren te drukken. Dus inademt. En dan is je ademhaling echt een stuk beter. Zo, dit is alweer het einde van mijn video over de ademhaling. Ik heb toch nog één bonus tip. Dit is eigenlijk tip nummer 5. En dat is met uitademen. Zorg dat je goed uitademt. Want als je kleine stukjes uitademt en je ademt weer in. Dan adem je ook zuurstof in of lucht in wat minder zuurstof of zuurstofarm is. Dus probeer goed uit te ademen. Dat je echt helemaal uitgeademd bent. Om dan weer pas goed in te ademen. Dus dat is nog tip nummer 5 die ik kan meegeven. Want dan krijg je veel meer zuurstofrijk lucht binnen dan als je dat niet doet. Nou, dit was in ieder geval mijn video over ademhaling voor hardlopers. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Als jij nog tips hebt over ademhaling of ben benieuwd hoe jij loopt met je ademhaling. Laat dat weten in de comments hieronder. Als je nog meer wil weten over hardlopen of trailrunnen. Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dat kan hier. En als je nog meer wil weten over hardlopen en trailrennen en de beste tips voor beginnende hardlopers, vind je hier nog een aantal video's. Dit was in ieder geval Wim Groenendijk en tot de volgende video weer.